In Kruijbeke hier in Bed & Breakfast Ceder 10. De rust is teruggekeerd aan de ontbijttafel. De gasten die zijn net vertrokken. Kinderen hebben hier net ontbeten. Zijn naar school. De ochtendspits is voorbij. Katrijn, Frederik, goedemorgen. Jullie hebben er bewust voor gekozen, hè, om hier samen met de kinderen in de zaak, in de Bed & Breakfast, te ontbijten. Hè? Klopt, ja. Bewust, omdat als we dan het ontbijt bereiden, dat we toch de kinderen altijd bij ons zijn. Want als er één iemand in de privé boven bij de kinderen blijft en de ander maakt hier het ontbijt, dan zien we elkaar niet meer. En het is toch een moment om samen te zijn, het ontbijt. Er was hier vroeger ook een horecazaak, hè? Het was een café eigenlijk. Dus ja. Heel lang, ja, verloederd, lang leeggestaan. Ja. Dus er was veel werk. Een heel oud gebouw. Ja. Met een liggende wip, hè? Dus zo'n schieten. Ja. Echt, hè? Ja, dat was dat gebouw hierachter, waar er nu drie kamers in zitten. Dus, was eigenlijk de schieting. En als kind weet ik dan nog dat de mannen met van die heel grote zakken altijd voorbij passeerden om hier binnen te komen schieten, eigenlijk. Hè? Ja. Ja. Het is eigenlijk een beetje je ouderlijke thuis ook. Voor een stuk hier. Een stukje ernaast eigenlijk. Hè. Dus naast het ouderlijk huis hebben we eigenlijk dit huis kunnen bijkopen, zal ik maar zeggen. De Bed & Breakfast Ceder 10. De boom. En dan 10. Ja. Van waar de naam? Ja, 10. De ceder was voor ons wel evident, omdat het linkt aan het restaurant. En dan eigenlijk waren wij toen 10 jaar, op dat moment 10 jaar bezig. Toen hadden plannen. De restaurant, de ceder was de dat? De ceder, ja. Voilà. En Frederik is de chef. Ik sta in de keuken, ja. Okay. En dan, als wij 10 jaar bezig waren, zijn die plannen beginnen rijpen eigenlijk om dit te doen. En we hebben ook plaats voor 10 personen. Dus dat is eigenlijk, ja, snel. En zegswijze, hè. Ceder 10 hebben we een B&B erbij, hè. Jullie hebben hier alles verbouwd. Dat is een beproeving voor een relatie, zeggen ze wel eens, hè. Maar jullie hebben al eerdere beproevingen doorstaan, dacht ik, hè. Jullie hebben samen in de keuken gewerkt van onder andere het Hof van Kleren. Ja, klopt. We hebben elkaar daar leren kennen. Ja. Ja. Hij werkte daar al. Ik ben daar als eerste meisje mogen beginnen in de keuken. Ik had nog nooit een meisje gestaan. Dus ik ben daaraan begonnen en het is een harde leerschool, maar wel super ervaring. En Frederik dacht, dat meisje, dat ene eerste meisje, dat wordt die van mij. Van mij. Ja, ja. Ik was eigenlijk heel benieuwd als ik naar hier reed, Kruijbeke. Ik dacht, dat staat niet meteen in de top 10 van de meest toeristische attracties in Vlaanderen. Wat heeft deze streek te bieden? Wel, we zitten hier met een heel mooi natuurgebied eigenlijk, sinds kort zeg maar, want we zitten bij het overstromingsgebied hier recht over de deur. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een grote meerwaarde voor ons. We kunnen eigenlijk oneindig ver fietsen. We hebben al veel fietstoerisme gehad. En heel veel vogels. Het is echt een trekpleister voor vogels geworden. Dat begint dus allemaal stilletjes op gang te komen. Ja. Dus het is toch niet 100% klaar, maar ja. Ja, ik vond de koffie ook geweldig lekker. Ik ben ook geweldig tevreden. Dank je wel dat ik hier mocht zijn. Anne Labes is nachtverpleegster. Die heeft verdiend verlof gewonnen. Wel, Anne, als je hier komt, hè, dan zou je eens goed kunnen slapen, lekker eten. Is geweldig content naar buiten gaan. De Madame. Wow, 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 oh, oh. Radio 2.